Ik denk ook dat dat altijd belangrijk is als er iets is met het eten en het drinken. Dat een prelogopedist heel goed kan kijken wat er voor dit kind, dit unieke kind in deze situatie, de beste oplossing is. En soms kan het dit zijn, soms kan het dit zijn, maar het kan ook iets heel anders zijn. Goedemiddag allemaal. Ik heb vandaag twee pakketjes gekregen en ik dacht, ach, laat ik eens weer een unboxing video doen. Het eerste pakketje is van SensoCare. En daar deze beker in. De Camo Cup. Het is een drinkbeker die ik nog nooit eerder getest heb. Maar dat ga ik binnenkort doen. En het is een speciale drinkbeker. Er zitten hier bobbeltjes aan die waarschijnlijk de onderlip stimuleren, denk ik zo. Ja, je doet ik heb er een filmpje van gezien. Op YouTube kun je een filmpje zien. En dan moet je het zo gebruiken. Ik vind wel, als ik hem zo voel, is die vrij stevig. Ik vind hem niet gemakkelijk. Voor hele kleine mondjes is het denk ik niet heel handig, maar ik weet het niet. Op YouTube kun je filmpjes vinden en daar zie je ook kinderen met Down-syndroom uit deze beker drinken. Dus wordt de suggestie in die zin gewekt dat deze beker daarvoor geschikt zou zijn. Ik weet het niet, want ik heb hem nog nooit eerder gebruikt, dus ik ga het testen. En dan heb ik nog een ander pakketje. En dat pakketje is van Xi Sigma. En dan heb ik een ander bekertje, een klein small flexi cupje besteld. Kijk, die kan je iets meer zo buigen. Kan je mee oefenen. Ja, ik wou eigenlijk voor een kind wilde ik dit gaan testen. En welke voor dit kind het beste is. En ik denk ook dat dat altijd belangrijk is als er iets is met het eten en het drinken. Dat een prelogopedist heel goed kan kijken wat er voor dit kind, dit unieke kind in deze situatie de beste oplossing is. En soms kan het dit zijn, soms kan het dit zijn, maar het kan ook iets heel anders zijn. Dus vandaar, ik heb deze nu toevallig besteld, dus daarom laat ik ze zien. Ik laat ze niet zien omdat ik dit nu de beste bekers vind of iets dergelijks. Dat niet. Je hebt ook diffrax bekers met ook een neusuitsparing. Die zijn groter dan deze. Je hebt een Heidi beker. Die heb ik ook nog wel staan. Kan ik hem even laten zien. Deze beker bijvoorbeeld. Daar zit ook een mooi randje aan wat je op de onderlip kan leggen. De diffrax beker met neusuitsparing kan ik zo gauw even niet vinden. Maar dat is ook een goede beker. En daarnaast zijn er nog allerlei andere goede bekers. Dus het is niet zo omdat ik nou deze twee heb laten zien dat ik dat de beste bekers vind. Oké, genoeg disclaimers voor nu. Verder heb ik nog gekocht dit. Dat is iets nieuws. Ik ken het niet. Het zijn lepeltjes. Of pre-spoons staat erop. Het zijn lepeltjes voor een echt lepeltje. Ik weet niet of het heel handig is. Ik ga het openmaken. En ik heb deze gekocht voor een cliënt om te proberen. En ze kosten iets van 11 of 12 euro of zo. Dus ik ga eerst kijken of het voor dit kind werkt. Ik weet het niet. Ik heb ze nog nooit geprobeerd. Volgens mij zijn ze nog niet heel lang op de markt. Je moet het in de voeding stoppen. Geen idee. Dus ook hiervoor geldt, ik zeg zeker niet dat dit de beste lepels zijn of dat je die lepels moet kopen omdat een prelogopedist dat zegt, helemaal niet. Ook hier geldt weer, dat kind is uniek en een prelogopedist kan meedenken in de oplossing die geschikt is voor jouw kind. He, dus dat hoeft helemaal dit niet te zijn, maar ik heb dit nu toevallig net gekocht en besteld en daarom laat ik het zien, dat dat even duidelijk is. Want zo heb ik dus ook dit gekocht. Textured spoons van Ark. Daar heb ik wel meer van in de praktijk. Op iedere spoon zit hetzelfde ribbeltje, dus daar zit geen verschil in. Ik heb ze dus nog nooit gebruikt, dus ik ben heel benieuwd of dat werkt. Ik had voor deze cliënt waar ik dit voor bedacht had, had ik eigenlijk deze dingetjes bedacht. Dus ik ga kijken. Ik heb dit er maar bij besteld. Misschien helpt het deze
jongeman om wel te gaan eten. Oké, nou, dit is mijn buitje voor vandaag. Altijd leuk om... Oh, wacht. Er zit nog meer in. Een leuk kaartje van Si Sigma. En een pen. Nou, dankjewel. En een factuur. Deze lepeltjes heb ik gekocht. Deze bekers. En deze spateltjes vind ik het meer. Oké, nou. Dat was hem dan weer, deze unboxing video van SensoCare en Si Sigma. Tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Oh, kijk, mijn nieuwe cliënt is er. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!